Sisse, jij speelt nog altijd voetbal. Ja. En hoe oud ben je? 41. 41. En bij wie speel je? Sint-Leonard. Ik heb dat net gezegd, zeker. Ja. Vierde klasse, dat is nog hard, hè? Trainen elke dag of om de twee dagen? Nee, drie keer per week, maar ik train maar twee keer. Klopt het dat je met je zoon gaat samenspelen? Ja, volgend jaar. En hoe oud is die? Die is 19, die wordt september 20. Dus in het nieuwe seizoen speel ik met mijn 20-jarige zoon. Samen in de spits of hoe? Die heeft altijd van voor gestaan, maar eigenlijk zijn beste positie is zowel verdedigende middenvelder. Ja. Dus we gaan hem daarvoor opleiden. Maar jij scoort nog altijd, hè? Heel af en toe. Dat is al een tijd geleden. Ja, hoeveel goals dit seizoen al? 9 op de eerste 10 matchen en sindsdien geen meer. Ja, dat zit goed, dus ja. Ja. Zeg, Gunther, heb jij nog tegen Sisse gespeeld? Ja. 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 Maar jij speelt ook nog voetbal, hè? Mogen we weten nog altijd? Zeg nog eens waar. Bij Mossman. Wat is dat? Een voetbalploeg, hè? Derde provinciale. Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen, ja. Ja. Vandaag gescoord, hè, trouwens. Je stond in de spits. Met zijn rechter, ja. Gootjesdieven. Dat is mijn tweede. Van dit seizoen. Ja. Zeg, en Herman, wanneer voor jouw comeback? Mijn comeback, volgend jaar ga ik samen spelen met mijn zoon bij de Woodies. Die jongen is nu 21 jaar. Is wel een Mongool met een open rug, maar ja, ik zeg dat. Herman. Let's go.